200 penitentiaire ambtenaren, PA's, zijn vandaag bevorderd tot een naast hogere rang. De bevordering vond plaats op het terrein van de centrale penitentiaire inrichting te Santo Boma. Ondanks dat weer zich niet van haar beste zijde heeft laten zien, heeft dit de pret niet gedrukt. De blijdschap was duidelijk te zien bij de bevorderden en hun familie. Regilio Blijt, diensthoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, gaf aan dat het proces van de bevorderingen niet gemakkelijk was. Hij benadrukte dat minister Ferdinand Welzijn een belangrijke bijdrage heeft geleverd bij de bevorderingen. Er is iemand die hier in ons midden zit, die zich heeft beijverd om zoveel mensen, zoveel ambtenaren vandaag te bevorderen. Ik denk niet dat het te veel gevraagd is om u nogmaals een warm applaus te vragen voor de minister. Minister, u heeft het gedaan. Wij hebben de afgelopen 17 jaar heel veel meegemaakt. Heel veel. Heel veel. Anderen voelen de pijn nog. Maar laten we een streep erachter trekken. De waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn zei dat de bevorderingen een belangrijk moment is voor het KPA. Hij wijst erop dat een organisatie alleen succes kan boeken wanneer de communicatie tussen de verschillende structuren vlot loopt. Maar het beleid wordt samengemaakt. Wij moeten regelmatig bij elkaar komen, nagaan wat is de status van een bepaalde vraagstuk. Wat zijn de oplossingsmogelijkheden die we zien? Wat kunnen we doen om de organisatie op een hoger niveau te brengen? Wat kunnen we doen om onze taken zodanig uit te voeren dat de organisatie functioneert? Dat zijn de belangrijke zaken. En het hangt niet af van het hoofd. Het hangt allemaal af van ons allen hier. Iedereen hier heeft een bijdrage te leveren. Waarnemend minister van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn vandaag bij de bevordering van 200 penitentiaire ambtenaren in een naast hogere rang.